En hallo iedereen, welkom terug bij Jordi versus Rick. Ik ben jullie gast hier, Jordi, hier samen met Rick. Vorige keer flink Hallo. gewonnen, yay. We spelen jullie favoriete game Ja, Hovercard, duizenden malen jullie aangevraagd. Deze favoriete game. game Holocaust. Weet je, de meeste MMORPG's en zo hebben altijd meer dan 10 miljoen spelers online. Nou, Omgepop heeft als slogan momenteel. Oh nee, nee! Momenteel één speler Momenteel online. één speler online. Ik heb ze met twee schermen. En als je dan op het ene scherm klikt, en dan speel je niet op het andere scherm, dan moet je eerst het game aanklikken, anders werken je pijltjes niet. Dat is kut, hè? Ik heb er geen kut van. Ik ben net wakker. Ik heb een triple boost, dat heb ik. Al die fucking claps zijn fucking kort, what the fuck? Woo! Ik dacht, in mijn hoofd was steeds veel langer. Ja, hoofd is zeg maar langer. Zeg ook altijd, in mijn hoofd is die veel langer. Oh, ik heb een item van je gestolen. Waarom ga ik zo langzaam? En misschien ik moet je... Ik rij gewoon super langzaam. Ik heb gewonnen. Nee, weg maar die finish! Nee, ik heb gewonnen. Nou! Weer de eerste race, omdat ik... Oh, wat, ik ga voor... Vote voor de next... Oh, je moet de hele tijd voten. Ik moet het level aankiezen en dan kiest hij al voor me. Ik kan ook niet kiezen. Ik vergeet dat telkens. Ik zit zo een keer... Oh, mooie plaatjes. Deze game is de reden dat het slecht gaat in Afrika. Ja, gewoon dat echt... Rusland boos is op de rest van de wereld. Ja, waarom Rusland Oekraïne heeft overgenomen. What ja, door fuck? Deze game. Ik vind die Russen trouwens wel echt gek, hoor. Echt. En bang voor die Russen, joh. Die beginnen echt nog een derde wereldoorlog binnenkort. Ja, weet je, misschien niet eens een wereldoorlog, gewoon alleen in Europa, joh. We houden het lekker lokaal. Ja, de Europese oorlog gaat hier de geschiedenis in. Woo! Waarom sta ik tweede? Ik was net de eerste. Wat is oh, dit voor logica? Oh, dat ik zo slecht ben dat we om je moeten huilen. Oh, wat een rare bochten! Ja, we gaan de rare andere kant bochten! Op nu. Oh, fucking. Oh, what the fuck is dit? What the fuck is dit? Letterlijk en figuurlijk. Ja, what the fuck? What the fuck? Dit is een ander. Oh, en links? Wat, daar moet ik heen? Ik hou niet van verandering. What the fuck is dit? Ik zit op de final lap, Rick. Ik hou begrijp niet van verandering. Ik begrijp niks van. Ik begrijp er gewoon niks van. Like oprecht niks. Oh nee, ik ben geraakt. Oh, wat oh, oh! Get on! Get on, the bitch. Komt ie. Oh nee, een bommetje. Nog een bommetje. Een granaatje. Oh, en daar. Nou nee, ik ben niet in het water! Wat? Ja, pak hem. Pak weg hem. Uit het water. Nee, die heeft er... Oh, wat? Wat? 2900 een derde van een seconde, nog niet eens. Niet eens. Oh, wat leuk. Oké, even gaan. Laat mij nou winnen, want anders moeten we die volgende episode zonder genot gaan spelen. Ik heb altijd wel genot, hoor. Ik heb altijd van die direkste orgasmic extra pleasure. Vertragend orgasma. Orgasma condooms. Ik snap ook niet hoe jij er net hebt kunnen winnen. Ik vind het... Je botste, toen ik haalde het je in. Dat is het leven. Oh, dan. Waarom ben ik dan weer de Downy? Jij verliest van mij. Zoek de Downy. Zoek de Downy. Waar zit de Downy? Links of rechts? Ik denk rechts. Waar zit mijn facecam? Rechts. Oh, daar zit de Downy links. Oh, we gaan zo snel! Oh mijn god, keiharde battle hier zo, jongen. De battle. Zie me gaan. Ik plaats hem mijn en ik vind het fijn. Oh, dit is zo intens. Oei, oei. Ah, kom op nou. Over mij niet. Ah, sukkel. Weer fijn. Waarom kunnen die laps niet groter zijn dan 1 of 2? Wat is dit? Best wel irritatiefactor dat deze game zo kort is, ja. Dit is een irritatie. Je hebt mijn item geswapt. Waarom doe je dat? Dit is een irritatiefactortje. Oh nee, daar is de finish. Dit is een irritatiefactortje. Oh, 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 ah, kom op nou. Wat is dit voor bullcrap? Dit is echt achterlijk. Kom op nou. Ik kan tegen mijn verlies, maar dit... Ik had vorige week verloren met Rick versus Jordi, dus ik moet nu even goed maken, hè? Maar je hebt al gewonnen nu. Ja, graag gedaan, wereld. Doei. Dit was ook mijn keuze, hè? Dit was mijn keuze. Ja, ik flink zeg maar gedag tegen de kijkers. Doei, hallo. Doei. Hey, Rick heeft gewonnen, yay. Nu moeten we nog een episode van het eetspel doorleven. Dan doen we super spannende lange levels, die langer zijn dan 30 seconden. Ja, laten we dat doen. Op Kinal, leuk! Oh nee, lol. Spek en bonen, spek en bonen. Nou, ga je de kijkers gedag zeggen? Nee? Oké, doei. Nee, doei Jordi, dikke lul.